Wat goed is, je kijkt naar een compleet nieuw seizoen van Bobo de Feestbeer Zoekt het uit met kids. Jullie hebben in december mogen stemmen op de serie. En jullie hebben gekozen om deze serie nog een keer te zien. Dus seizoen 2 is gestart. En naast mij zit... Cher. Hoeveel jaar ben je? Ik ben 14. We zijn samen bereid gevonden om deze hele serie te gaan volbrengen. We gaan verschillende dingen onderzoeken, testen, uitvinden. Van alles gaan we doen. Ja. En het is echt van rioolwater tot hockey. Dus alles komt eigenlijk te pas. Zeker. En we hebben dan een aantal afleveringen dit seizoen. Daar gaan we TellShell producten testen. Alle vertrouwen in dat het niet gaat werken. Nee, ik ook niet. Ik laat jou zo meteen een commercial zien van de allereerste TellShell product. En eventjes voor de kijkers, dit is niet gesponsord. Dus we mogen gewoon lekker reviewen wat we willen. Mocht het echt een product zijn waar we zeggen dat is bagger, dan sturen we het lekker terug, krijgen we ons gauw weer terug. Mocht het nou zijn dat het product echt super goed is, dan denk ik dat het verstandig is om te houden. Zeker. Want, we gaan naar de allereerste. Dat is de Tutti Frutti. De commercial komt hier zo meteen te staan en dat is een ijsmachine. Daar kan je mee dus met bevroren fruit ijs maken. Nou, straks de gelegenheid om je reactie te geven. Our tropical delight recipe, and for this all you need is some pineapple, cantaloupe and mango. Just load them all in here into the tutti chute, turn on the machine and then just push them down. Alright, let's take a look at what comes out. Look at that. Look at the way the tutti frutti turns that. Dus bevroren fruit, dat moet er dan zo heel mooi uitzien. Wat me wel gelijk opviel is dat het gewoon heel mooi eruit komt. Ja. Dus niet in stukjes of zo. Het komt er echt heel mooi uit. Ja. Als je dit zo ziet, wat denk je dan? Ik geloof het niet echt. Ik zou zeggen, we gaan de officiële Tutti Frutti ijsmachine gaan we erbij halen. En dan gaan we hem echt testen om te kijken of het zo mooi werkt. Zoals net in de commercials laten zien. Wat krijg je er eigenlijk allemaal bij? Nou, je krijgt er een receptenboekje bij. Ja. Je kan hier diëten van kiezen dus. Ja, het zijn er best veel blijkbaar. Ja, het is vanaf 75 of zo stond erop inderdaad. Dus je hebt 75 mogelijkheden om... nou, dat is best veel. Nou, er zijn ook hulpstukjes had ik gezien. Die hebben we er ook uitgehaald. Ja. En we hebben nu het hulpstukje erop zitten wat echt in de commercial was laten zien eigenlijk. En de fruitsoort heb ik maar meegenomen. Dat krijg je natuurlijk uiteraard niet bij. Dat moet je zelf halen. Dan hebben we dan de ananasstukjes, we hebben mango, bramen en we hebben aardbeien. Ja. Belangrijk detail. Dat stond heel duidelijk in de beschrijving, als je daar met bevroren fruit gaat werken, dan moet je die 10 minuten ontdooien. Ze moeten sowieso zoveel uur in de vriezer liggen. Ja. Nou, dat hebben ze sowieso gelegen. En dan hebben ze echt wel 10 minuten, 8 tot 10 minuten om het helemaal officieel te maken, nodig om te ontdooien. Dus ik heb gewoon de maximale tijd gepakt voor het ontdooien. Dus 10 minuten. Okay. Als het nu niet werkt, dan werkt het ook gewoon niet. Nee, dan is het niet dat wij het te vroeg eruit hebben gehaald. Ik zou het nog combineren, je ziet het is echt het 75 recepten, dus geef jou de eer. Oh, dankjewel. Schoon erin doen? Ja, doe maar een paar stukjes erin. Dan maken we het niet te moeilijk gelijk. We beginnen nog heel rustig, dus we gaan niet enthousiast. Dus nog eentje? Niet te veel verwachten. Ja, doe er maar inderdaad nog eentje. 1, 2 en 3. Gaan we hem aanzetten? Oh, het was er allemaal. Voor het gemak iets meer in. Ja. Het eerste wat me opvalt, misschien is het te weinig fruit. Maar wat me opvalt is eigenlijk dat het er best langzaam uitkomt. Ja, dat kwam heel langzaam uit. Uit dat filmpje zag wel echt duidelijk dat het veel sneller ging. Ja, ook veel meer. Het was ook wat breder. Ook dat, ja. Ik heb wel het idee dat er veel is ergens blijven hangen of zo. Ja. Maar, dus misschien moeten we iets meer gaan doen. Misschien waren we wat te voorzichtig. Volgens mij was het echt het filmpje ook bijna naar boven, dus we gaan het gewoon lekker. Ja? Ja hoor. Oké, zo. Zo, dat is denk ik al genoeg. Oh, kijk, dan gaan we het nog sneller. maakt een herrie, zeg. Nou is het een beetje geluid. Lastig om dat aan de kijkers te laten horen, want het geluid blijft hetzelfde één toon. Maar dit is echt, dit is hard. Dit is heel hard. Ja. Ik vond het zelf, ik weet niet wat jij ervan vond, maar... het ging best sloom. Ja, dat viel me dus ook al. Ja, het ging best sloom, ja. En ook zwaarder dan het eruit zag in de reclame. Ja, ja. Dus... ik denk dat we die vergelijking mooi in beeld kunnen zetten, terwijl het, wat het echt doet en wat de reclame doet, is dan echt wel... Ik denk dat ze bij de reclame gewoon 15 tot 20 minuten eruit hebben gehaald. Zo lijkt het, ja, want dan zou het misschien veel sneller gaan. Maar als je de beschrijving doorgeeft, ja, 10 minuten onderdoor en dan ga je het er zo uitkrijgen, dan denk ik het niet. Is het natuurlijk wel verstandig om nog wat andere fruit erin te doen. Een ander hulpstukje erop gezet, we gaan een andere fruit in. Want het kan natuurlijk ook, qua fruitsoort lijkt me ook wel dat het mogelijk is om te zeggen, dat gaat makkelijker doorheen dan de andere, ja, denk ik zo. Aardbei lijkt me vooral moeilijk fruit en dan weet ik dat ananas ook best wel een harde fruitsoort is natuurlijk. Dus... Zo. Zo. Moet ik een beetje weggooien? Ja. Nou, poging 2. Ja. Andere hulpstukje. Dus het kan er anders uitkomen te zien. Ja. Ik weet niet welke je erop hebt gezet, maar dat is de vraag. Er kan er nog een beetje rood fruit in doorheen komen, maar... Het gaat wel makkelijker. Voordat hij helemaal vol zit. Ja. Oké. Nou, dit is best vol. Zeker, dit is... Nou, er zat natuurlijk ook wat rood fruit bij, dus vandaar dat wat rood is aangekomen. Maar nou, tussenoordeel. Nou, op dit vormpje gaat het wel makkelijker. Het gaat veel soepeler, denk ik. Ja, ja. Het ging veel sneller. Ja, ja. Nou is de grote hamvraag, is het ook lekker? Ja, ik hoop. Dat is, daar kunnen we op één manier achterkomen. Ja, precies. Dus we gaan de lepeltjes erbij pakken en dan ben ik heel benieuwd. Moment van de waarheid. Ja. We gaan proeven. Ik zeg proost. Proost. Ik ben benieuwd. Het zou wel lekker moeten zijn. Het is gewoon fruit natuurlijk. Ja, het is wel zacht, dus dat is mooi. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, gewoon, ja, ja. Fruit. Het is gewoon waar je verwacht. Eindconclusie. We hebben nou gekocht. Is het wat je had verwacht? Ja en nee. Ja, het is wel lekker. Ja. Het is gewoon fruit. Het komt goed uit, maar het is heel erg luid en het duurt wel iets langer dan het lijkt. Ja, ja, als je het vergelijkt met de commercial, dan denk ik echt dat het veel langer duurt. Ja. Als je hier echt het hele gezin van moet laten eten, dan ben je echt even bezig. Ja. Dat wel een tegenvaller is vergeleken met dat filmpje daar. Ik wil wel zeggen, als ik het vanuit mijn kant zie, dan denk ik, het heeft me niet heel erg tegengevallen. Nee. Ik dacht echt dat het zou afbrokkelen en dat soort dingen, dat het er misschien helemaal niet door zou komen. Precies. Maar als het helemaal er doorheen gaat, dan gaat het ook wel goed er doorheen. Ja. Eindconclusie. Zou je hem terugsturen of zou je hem halen? Dat is moeilijk, ik weet niet. Nou, ik denk dat ik hem wel zou houden eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja, ik denk het ook wel. Ja. Met uitzondering, als het voor een groot gezin zou zijn. Dan weet ik. Dan ga ik toch twijfelen. Ja. Dan zou je er bij wijze van spreken 2 moeten aanschaffen om het een beetje normaal te krijgen. Ja. Over hoe het makkelijk is met afwassen, dat hebben we nou niet getest. Daar hebben we andere mensen voor. Ja. Maar ik denk dat het ook wel goed te doen is. Nou, leuk om te testen zo. Zeker. Mocht je nou zeggen van ik wil eigenlijk meer van dit soort testdingen te zien, dat kan. Er komen nog een aantal afleveringen aan, dus abonneer dan zeker op dit kanaal. En dan blijf je op de hoogte van de nieuwe serie en dan gaan wij gewoon verder met testen. Zeker. Oké, tot volgende week. Doei!